dat je kijkt naar weer de allerlaatste aflevering van Summer in the City. We beginnen vandaag bij Eendrachtsplein en we gaan kijken of we weer wat leuks kunnen vinden. Laten we gaan! Er staat daar een busje. Voor de ingang ook van de Pleinbioscoop, die op het Museumpark is. En daar zijn we natuurlijk de eerste aflevering begonnen. Dus laten we gewoon daar weer heen gaan en daar eindigen. We staan hier voor een bus. Wat is dit? Wat is het voor bus? Ja, dit is de JIP-bus. En de JIP staat voor Jongereninformatiepunt. Wij geven informatie en advies aan jongeren tussen de 12 en de 25 jaar. Ja. Eigenlijk over alle onderwerpen waar ze iets over willen weten. Zoals? Ik ben op zoek naar een kamer, ik ben op zoek naar werk. Ik wil weer terug naar school, maar ik weet niet welke opleiding ik moet kiezen. Ik heb schulden, ik weet niet hoe ik dat aan moet gaan pakken. Ja. En met deze bus gaan we ook naar scholen toe. Iedere week staan we bij een aantal scholen in Rotterdam, we geven informatie en advies. Leerlingen kunnen de bus inlopen, vragen stellen, folders meenemen. Ja. En we hebben een JIP winkel, een vast punt op de Vijverhofstraat 47. Daar kunnen jongeren binnenlopen en een vraag stellen. Ja, want waarom dan een bus? Waarom werkt dat heel goed? Of werkt het überhaupt heel goed? Het werkt goed, want het is wel een leuke aandachtstrekker. Want jullie kwamen aanlopen en je zei van, hey, wat is dit? Ja. Leuke bus, ja. En waarom staan jullie hier? Wij staan hier eigenlijk ook om, wij zijn altijd bezig met proberen jongeren te informeren. En alleen in de JIP-winkel te blijven zitten en te verwachten dat jongeren naar je toe komen, dat vinden we een beetje flauw. Dus we gaan er ook veel op uit met de bus en hopen dat jongeren hier naartoe komen. Wat zou jij zeggen op de vraag van een jongere, wat zou jij doen in de zomer in Rotterdam? Ah, heel veel festivals. Ja. We hebben ook een folder hier van Rotterdam festivals. Nou ja, ik kijk op websites. Er is zoveel te doen in Rotterdam. Van de mensen van JIP hebben wij kaartjes gekregen voor stoelen bij de Pleinbioscoop. Dus kunnen we dadelijk lekker zitten. Want er wordt hier dadelijk een film gedraaid. En dat is Le Tout Nouveau Testament. Dus daar gaan we naar kijken. Jij bent vrijwilliger bij de Pleinbioscoop. Klopt. Laten we beginnen. Wat is de Pleinbioscoop voor de mensen die het nog niet weten thuis? Pleinbioscoop is een festival waar 19 dagen lang films worden gedraaid op een plein. Zoals je hier ziet, een heel groot scherm. En 19 dagen lang is het eigenlijk gewoon alternatieve films, maar ook meer de mainstream grote kaskrakers. En met een barretje en een bandje van tevoren. En Dat is het een beetje. En gewoon een hele goede sfeer. En waarom wil je dan hier vrijwilligen? Wat is daar zo leuk aan? Ja, je leert heel veel mensen kennen en het is netwerken en het is een soort van warm badje waar je elk jaar weer in terecht komt. Ik doe dit al heel lang en het wordt elk jaar leuker. En wat doe je nou als vrijwilliger? Wat zijn je taken die je moet doen? Ja, verschilt heel erg per dag. Je kan achter de bar staan, zoals nu bij de ingang staan en kaartjes controleren. Over het terrein lopen en mensen binnen lijntjes zetten en zorgen dat de brandweerauto's en zo er tussendoor komen kunnen passen. En achter de bar en stoeltjes verkopen, snoepjes verkopen, het is van alles en nog wat. Wat is jouw favoriete positie? Is lastig. De bar is heel leuk, maar dan moet je wel echt hard werken. En als het druk is. En misschien snoepjes, denk ik. Ja, dat is gewoon lekker verkopen en lekker zelf een beetje snoepjes eten. En helemaal een goede deal. Als mensen, zeggen mensen vaak tegen jou, hè, waarom doe je dit vrijwillig? Ja, dat zeggen ze wel vaak. Maar ja, ik weet niet, ik blijf er gewoon bij dat het voegt meer toe dan je krijgt er geen geld voor, maar je krijgt er zoveel meer voor. En al deze mensen die maken het allemaal goed, zeg maar. Wat, vertel, jij hebt een karretje met allemaal dingen en met zien erop. Wat is dit? Ik heb een karretje met lenzen.
Met lenzen? Contactlenzen. Waarom? Heel veel mensen dragen een bril en die willen een keer een lens proberen. Alleen dan moet je naar een opticien toe en dan moet je laten meten. Dat doen wij natuurlijk ook. Alleen, ik kom ter plekke. Maar waarom dan hier op een pleinbioscoop? Film kijken met lenzen is toch ideaal? Ja, want dus, is dat vervelend met een bril op? Nou ja, we hebben wel eens regen gehad en dat druppelt. Dan heb je je bril die nat is en dan doe je contactlens in. En je ervaart gewoon ook hoe het is om een lens in te hebben tijdens een film. Het is heel kort, dus er kan weinig gebeuren. En het maakt het laagdrempelig zo. Meet min 0,75 links en rechts. Dus dat is echt heel weinig. Dus okay, als het goed is, zie je goed. Ja, ik zie zeker goed. Dus ik heb geen bril nodig? Nee. En ook geen lenzen? Nee. Waarom ben je hier vanavond tot de pleinbioscoop? Nou, vanavond, ik vind dat het een hele leuke film draait. Dit is zo'n typische film waarbij iedereen ook een beetje wordt lachen. En dat vind ik een hele fijne sfeer. Ja. En we gaan sowieso elk jaar. Dus dat, daarom. Gaan we nou. Ja. Want wat is dan zo'n typische film waarbij je echt bij de pleinbioscoop moet zijn? Ja, het is een beetje een filmhuisfilm. Niet een echte Hollywoodfilm. En het is een beetje komisch en het is een beetje gek. En dat werkt goed. Voor de gezelligheid, dus ze stelde het voor, maar ik weet oprecht niet waar de film over gaat. Dus. Nou ja, we wilden eigenlijk sowieso wel gaan. En we hadden deze trailer gezien van deze film. En toen dachten we, nou laten we dan daar maar naartoe gaan, want misschien is het wel wat. Ja. En nou, dit was het dan. De laatste aflevering van Summer in the City. Allerlaatste. Super bedankt voor het kijken. Ja, wij hebben veel geleerd en veel leuke dingen gezien. En wij gaan nu nog even naar de film kijken. En nou, misschien tot in de toekomst. Wat nu stof, wat nu...